Januari 2018. Harold Braam. Pionier van radio en reclame in het Serenang Tongo en komiek. Harold Stanley Braam was een veelzijdige omroeper, radiopionier en theaterguru. Hij was ook promotor van het Serenang Tongo. Zijn initiatief tot de oprichting van het reclamebureau La Jogo, dat Serenang Tongo reclameboodschappen maakte, was uniek voor Suriname. Hij was ook bekend als Serenang Tongo moppentapper en toneelspeler. Karakteristiek waren zijn uitzonderlijk gevoel voor humor en zijn vermogen om zijn publiek onbedaarlijk in lachen te doen uitbarsten. Samen met Walter Huisde vormde hij een top komisch duo. Als lid van NAX had Braam een unieke manier om theater met Kawina-muziek te combineren. Hij was eigengereid en wist de Afro-Surinaamse cultuur op een waardige manier uit te dragen. Braam was gedurende korte tijd, van 1959 tot 1960, voorzitter van NAX. In deze periode veranderde de naam van NAX naar Arbeid Komt Sport in Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX. Voordat hij in NAX actief was, maakte hij deel uit van de nationalistische organisatie Wiegi Sani. Hij was een groot komiek, maar kon gemakkelijk omschakelen naar nieuwsanalyses. Braam demonstreerde keer op keer een kenner te zijn van de volksaard en cultuur. Mijn schatje, luister toch een keertje naar mijn advies. Kerpelani Service Afdeling, daar moet je die kas laten gaan. Harold Braam.